denk dat weinig Veldhovenaren weten dat wij een Veldhoven heuse voetbalclub hebben gehad met de naam Ajax. Die is opgericht in 1929, heeft maar 4 jaar bestaan en had maar 13 leden. 10 jaar is er geen vaste club geweest, maar in 1942 werd in Café Kerkzicht in Oerlen VVO opgericht. Alle Oerlenaren werden daarvoor uitgenodigd, maar ook meneer Pastoor en alle notabelen. Meneer Pastoor die vond dat er toch wel RK voor moest staan. En zo is de naam RKVVO en de club een feit. In het tweede weekend van juni was er een 3-daags feestprogramma in elkaar gezet door de jubileumcommissie. Een uitgebreid en veelzijdig programma met veel ruimte voor sport en spel. Maar er was meer. Zo werden de jubilarissen gehuldigd, er werden enkele leden van verdiensten benoemd, de nieuwe mascotte werd voorgesteld en een nieuwe kledinglijn werd geïntroduceerd. We nemen de activiteiten stapgewijs door met Sander van Mil, lid van de jubileumcommissie. We hebben een ontzettend leuk weekend met echt helemaal volgepland. Op de vrijdagavond starten wij met een receptie. Waarbij de KNVB ook komt met diverse oorkondes uitreiken en een officiële gedeelte. We hebben daaraan gekoppeld een reunie. Waarbij dus iedereen die ook maar in de historie van de 75 jaar van RKVVO betrokken is geweest, uitgenodigd worden. Dus dat is een hele leuke vrijdagavond met muziek van Markant. De avond was een groot succes, maar de volgende ochtend moesten vele feestvierders weer vroeg op. Sander vertelt wat er zaterdag allemaal op het programma staat. Wij beginnen de zaterdag, omdat zaterdag normaliter ook voor de jeugd bestemd is, hebben we de zaterdag ook een jeugd, sport en speldag. Dat betekent dat we een hele allerlei opdrachten hier hebben voor de jeugd. Er hebben zich ongeveer 200 jeugdleden aangemeld. En die hebben een hele zeskamp met springtoestellen en springcursus en voetbalspelletjes en alles op en eraan. En die worden van 11 tot 4 vermaakt. Door ook weer een commissie die dat heeft georganiseerd.
er is ook een geweldige loterij, toch? Ja, we hebben inderdaad een loterij. Daar zijn wij als een van de eerste dingen mee begonnen met betrekking tot het jubileum. En daar hebben we ook een prachtig prijzenpakket samengesteld van meer dan 50 prijzen. Met als absolute hoofdprijs een nieuwe auto. En daarnaast ook nog een boodschappencheck van de Plus. En een elektrische fiets. Het gehandicapte elftal speelt tegen het eerste elftal, wat eigenlijk traditioneel plaats gaat vinden. En dat is meestal ook een hele leuke wedstrijd voor deze mensen. Daar kijken hun echt het hele jaar al naar uit om daar een deel te nemen. Ja. Dan zal het eerste het wel moeilijk krijgen, want het gehandicapte team heeft vorig jaar gewonnen. Zeker weten. Ja, ze zijn kampioen geworden en vorig jaar ook gewonnen van het eerste elftal. Dus het is echt een geduchte concurrent, ook weer morgen voor deze wedstrijd. Ja. Veel geld aangenomen. En staat hier gewoon een potje de heikneuter, als u mag zeggen. Het gaat erom dat je naar die bal kijkt en dat je rekening houdt met je teamgenoten. Het is voor jou heel simpel, je bent een spits en je schopt hem gewoon in de nels, ga je gewoon zo weer terug in de Fortuneer, zegt Redian. Een paas langs de lijn, een elleboogstoot, plat in het gras en de kaart die is rood. Naar voren, trap de bal. We hebben een speciale verrassingswedstrijd voor Jan van der Mierde. Dat is het langst actieve lid van RKVVO, maar liefst 60 jaar actief lid van RKVVO. Die hier een speciale wedstrijd gaat spelen tegen de veteranen waar hij zijn laatste jaar heeft gevoerd. Maar ook daarnaast zit hij in een elftal met familie, vrienden en kennissen. Dus dat wordt een ontzettend leuke verrassing voor hem, dat weet ik zeker. Ja. En hij was hier sowieso of hebben jullie hem hier naartoe gelokt? Wij gaan hem hier naartoe lokken. Hij weet nu nog van niks. En hij wordt dus totaal in het zonnetje gezet morgen. Dus dat wordt echt een hele leuke bijkomstigheid voor hem. Ja. Jan krijgt de rode kaart en stopt na 60 jaar met voetballen als RKVVO-lid. Voorzitter Kees Mels benoemt Jan tot lid van verdiensten. Hartelijk bedankt. En ik hoop dat ik hier een dik op kan komen kijken. Maar ja, zolang Remco in Teurs van Klaas komt, kon ik naar Klaas. Jan, nogmaals bedankt. Familie van Mieren bedankt voor jullie inzet en we gaan met z'n een lekker glaasje bier drinken. Kort daarna benoemt Kees nog een lid van verdiensten. Deze titel ging naar Toon Bullens. En dan hebben jullie ook nog een wedstrijd, de rebellen met bekende voetballers. Wie komen er allemaal? Wij hebben Royston Drenthe, die ook nog bij Feyenoord heeft gevoetbald. Real Madrid in Nederland zelf al heeft gevoetbald. Luc Niels, veel techniek bij PSV.
Daar Gilles Wilde, ook zijn compagnon in de spits. Jimmy van Vessem, Regilio Vrede. We hebben echt een hele leuke elftal gekregen. In ieder geval om hier allemaal oud-voetballers die hier komen voetballen. Echt een superleuke wedstrijd. Die spelen in principe tegen drie teams van RKVVO. Dat is het huidige eerste. Dan het kampioensteam van 2004-2005. En daarnaast ook het team wat de meeste loten heeft verkocht in de grote jubileumloterij. Zondag starten wij in de ochtend al met het Hoppenbrouwers bedrijventoernooi. Daar zitten we ook al helemaal vol. 20 teams hebben zich aangemeld, zodat we het allemaal kunnen plaatsvinden op het hoofdveld. En daaromheen ook met de feesttent erbij en het terras, zodat het ook weer een leuke dag wordt. Wij verwachten ook een zonnige dag natuurlijk, is heel belangrijk. En 20 enthousiaste teams hebben zich daarvoor aangemeld. De bedrijventoernooi, daar zit ook een barbecue bij inbegrepen, dus dat wordt ook een leuke bijkomstigheid. Na deze barbecue gaan we meteen door in de feesttent met de bierkanters. En dat belooft echt een hele leuke, ook weer leuke zondag te worden. Ja. De bierkanters, wat houdt het in? De bierkanters, oorspronkelijk is dat het eigenlijk een activiteit van studentenverenigingen. Lange biertafels, een big band die speelt allerlei covers. En het is meelallen en lekker een pilsje drinken. En daar worden ook nog allerlei opdrachten bij verzonnen. Dus het wordt echt een hele leuke avond ook weer. De vereniging is dus 75 jaar geleden in de oorlogsjaren opgericht. We duiken even in de historie en vroegen aan Tini Leijten hoe de club toenertijd aan de materialen kwam. Het was zo, er was eigenlijk niks te krijgen. Voetbalschoenen, vaak was het zo dat chef Smolders, een van de oprichters van de vereniging, dat die van andere schoenen, vaak schoenen die gebruikt werden op het land, dat die daar dus op een gegeven moment noppen onder zetten. Een voorstuk, een achterstuk en dan kreeg je één voetbalschoen. Want namelijk, je had er niet genoeg voor het hele elftal. Dus dat betekende of je kreeg, als je rechts was, een rechtse. En als je links was, een linkse. Ja. En verder, destijds was de Elias was een textielfabriek in Eindhoven. En Wim van der Looy, ook een van de oprichters, die voetbalde daar bij Avanti in Strijp. Avanti is overgegaan naar de Elias in de vereniging Rits. En toen kwamen er dus van één vereniging kwamen er een heleboel shirts en ballen enzovoorts vrij. En die hebben ze voor 70 euro of 70 gulden kunnen kopen. Een van de hele typische dingen was wel dat als ik dus naar het eerste ging kijken, dat de spelers voor de wedstrijd zich omkleden in het bos. Dus iedereen had zijn eigen boom. En verder hadden ze van die wasbekkens, dat leken wat tropenhelmen. Ieder zijn eigen tropenhelmpje, zeg maar, om zich te wassen. En later is erbij gekomen dat de mogelijkheid was om bij Gepkes, dat was het café in Sant'Oerle, om daar om te kleden. In 1958 kwam het eerste clubblad. Ja. Hoe is dat ontstaan? Dat was een initiatief van drie bestuursleden.
Ton Binnendijk, helaas overleden. En de twee mensen die vandaag ook nog hier waren, Toon van der Heijden en Frits van der Waarde. Zij hadden een klein omslagje met daarin wat losse blaadjes en het stelde eigenlijk niet veel voor, maar het werd gevreten. Jullie zijn toen naar de huidige locatie verhuisd, maar er was nog wel wat om te doen, toch? Ja. Dat was in 1959 en er was namelijk vooraf al een afkeuring geweest van de KNVB die het de Sahara, zoals wij het elke keer noemden, aan de Sandoerlesweg afgekeurd had. Nou, toen was Leiden in last en er moest iets gebeuren. Dus toen ging het toenmalige bestuur ging naar Nel Kers, van Nel de Kers, hè, van de dancing hier, hè, dus de oude moeder. En die heeft er alles aan gedaan om het voetbalveld bij haar achter te krijgen, waar nou de Rabobank staat en daarnaast het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw. Er werd alles gekeken van of dat ergens in te passen was. Maar dat was niet, want namelijk het was net te klein. Dus dat betekende gewoon dat dat niet doorging. En toen hebben ze nogal wat eraan moeten doen om in 1959 hier het sportpark in gebruik te kunnen nemen. En jullie zitten er nog steeds, hè? In begin jaren 80 hebben jullie een grote groei doorgemaakt. Ja. Dat is wel een bijzonder verhaal natuurlijk, die groei. Destijds was het zo dat alle mensen die bij RKVVO waren, moesten Oerlenaren zijn. Maar Willem van Doren, een van onze bestuursleden, die hadden snel knappe dochters en er kwamen heel veel jongens op af. Heel veel jongens uit Zeels bijvoorbeeld. En ja, die vroegen eigenlijk om lid te kunnen worden van RKVVO. Nou, dat was echt ondoenlijk. Maar ze waren een gigantische versterking. Want toen is er een wedstrijd gespeeld tussen de zoons van Willem van Doren en de aangetrouwden, of toen nog de vrijers, denk ik, tegen het eerste van Oers. En wie won? De familie van Doren met 2-1. Dus dat was het begin dat er ook buiten Oerlenaar bij RKVVO kwamen voetballen. En toen heeft het toenmalig bestuur gezegd van ja, er is eigenlijk toch niks mis mee dat mensen die graag hier willen voetballen ook hier kunnen voetballen. Ik was destijds voorzitter en wij kregen van de gemeente de vraag, willen jullie de andere wijken, de nieuwe wijken aan de noordkant van Veldhoven, dus zeg maar de Kelen, de Heikant en de Polders, willen jullie die meenemen in jullie vereniging? Als wij op dat moment niet gekozen hadden voor deze optie, dan was RKVVO een hele kleine vereniging geworden. Want namelijk, het was zo dat er al bij sommige jeugdelftallen waren al niet genoeg spelers om een volledig elftal op de been te brengen. En dan had je hetzelfde gekregen als nou gebeurd is in Wintelree en Vessem, dat die samen jeugdelftallen moeten hebben, omdat ze namelijk niet voldoende mensen jeugd in de eigen kerkdorp hebben. En voor hier heeft het goed uitgepakt. Groot feest dit weekend, dus we kunnen wel zeggen, het is een goede zet geweest. Ik denk dat dat de beste zet is geweest die we al die jaren hebben kunnen doen. Wat is het geheim dat RKVVO tot de tweede klasse KNVB is gekomen? Nou, dan ga ik een eindje terug in de tijd. RKVVO speelde in de jaren 90, 95 zo'n beetje, speelden ze nog altijd in de Brabantse Bond. En dus tegenwoordig is dat de vijfde klasse, zesde klasse. En we spelen nu, zoals gezegd, in de tweede klasse. En dat is vooral te wijten aan een geheim wat wij hebben met onze jeugd. We hebben in een bepaalde tijd hebben we gezegd van, toen we veel jeugd kregen, we houden op met het laten trainen van goedwillende vaders. Wij gaan gekwalificeerde trainers gaan we aanstellen op de selectieteams en die gaan we beter maken. En wat heeft dat geresulteerd? Dat al onze standaardteams die spelen allemaal in een hele hoge klasse. Dus vandaar is het dan makkelijk om de sprong te maken naar het eerste elftal, tweede klasse KNVB zoals gezegd. Dan hebben ze nog wel de moeilijkheid om van junioren naar senioren te gaan. Maar in ieder geval, voetballend zijn zij in ieder geval een stuk verder. Ja. De RKVVO is best groot, hè? Hoeveel leden hebben jullie en hoeveel teams? Wij hebben op dit moment 910 leden, waarvan 730 voetballende leden. Als je door de vereniging heen kijkt, dan zie je dat er 31 jeugdteams zijn. We hebben 4 meidenteams. We hebben 10 seniorenteams. We hebben een veteranenteam. We hebben 3 veteranenteams. En niet te vergeten, we hebben ook een G-team, een gehandicapte team. Ja, en RKVVO heeft de afgelopen 25 jaar ook heel veel veranderingen doorgemaakt. Wat zijn nu de grootste veranderingen?
De grootste veranderingen van RKVVO liggen in de accommodatie. We hebben een kunstgrasveld hebben in die jaren hebben we gekregen. We hebben de kleedkamers hebben we uitgebreid. We hebben de kantine hebben we een stuk groter gemaakt. We hebben zonnecollectoren hebben we gelegd, waardoor we een behoorlijke besparing per jaar op onze gasrekening, op onze elektriciteitsrekening zien. We hebben nieuwe velden bijgekregen. En natuurlijk, een hele belangrijke verandering is de sociale media. Dat is een hele belangrijke verandering geweest. Die verandering die heeft vooral onder de jeugd heeft die veel teweeg gebracht. Omdat die kinderen eigenlijk met die sociale media zijn opgegroeid en wij niet. Maar wij zijn daarin meegegaan en op deze manier kunnen wij heel veel mensen kunnen wij bereiken. Ja. Staan er nog in de nabije toekomst nog meer dingen op de planning? Ja, in ieder geval, wij verwachten dat wij in het seizoen 2020-21 een nieuw kunstgrasveld gaan krijgen. Wat we ook mee bezig zijn, is het vrijwilligerswerk proberen om weer nieuw leven in te blazen. En dan moet ik zeggen dat wij tijdens deze jubileumdagen, waar heel veel dingen zijn gebeurd, dat ik toch wel ontzettend blij ben dat er zoveel mensen een handje uit de mouw hebben gestoken om ons daarbij te helpen. Daar ben ik heel erg blij mee. Als ik zie de laatste dagen hoeveel mensen bezig zijn geweest met de tentopbouw, met de tentinrichting, noem het allemaal maar op. Ik ben die mensen heel veel dank verschuldigd. Ik wil ze dan ook als voorzitter van RKVVO van harte dank zeggen dat wij op een gegeven moment gebruik hebben mogen maken van hun diensten. Nogmaals mensen, bedankt.